Lees mij. Alles wat ik die weken in juli deed, was begeleid door het onafgebroken besef dat zij niet meer bij me was. Ik deed zo weinig mogelijk. Het liefst zat ik in mijn kamer voor me uit te kijken. Of ik keek naar de foto in het reptielenhuis waar wij gearmd en lachend opstonden. Ik voelde me als een vlieg die midden in zijn vlucht door iemand met een opgevouwen krant in een hoek was geslagen. Ik haatte haar, dat half frigide misbaksel dat pas na eindeloos gedoe kon klaarkomen en dan met een ruk haar bekken naar achteren trok, mij wegduwde en zich gekweld afwendde, alsof ze gepijnigd werd. Gisteren had ik tot diep in de nacht in mijn werkkamer gezeten en een fles wijn gedronken. Plotseling bedolfde vermoeidheid mij. Van het ene ogenblik op het andere kon ik niet meer uit mijn ogen kijken. Ik liet alles zoals het was. MUZIEK